Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij Noord Nu. Over 3 weken ligt het in de boekhandel. Woensdag, gehaktdag. Het boek van de veelbesproken schrijver Richard Klinkhamer. De man die in 1991 in Ganzedijk zijn vrouw Hanny doodsloeg, na vervolgens begroef in de achtertuin. In het boek schrijft Klinkhamer uitvoerig over de moord. Lange tijd zag de politie Klinkhamer als hoofdverdachte, maar pas in 2000 werd hij opgepakt nadat het lichaam van Hanny gevonden werd bij een verbouwing. Klinkhamer biechtte de moord op en zat 4,5 jaar vast. En nu, 3 jaar na zijn vrijlating, wordt woensdag gehaktdag alsnog uitgegeven. Kijk hier bijvoorbeeld, dat is van Michel de Montagne, van 1533. Hè? Dat is dan als voor... Als er werkelijk berouw in de weegschaal wordt gelegd, verliest de zonde haar gewicht. Dat vind ik mooi. En dat slaat dan weer op waar u het nu over heeft, hè? Dat is een nadenkertje. Hè? En dat heeft het echte berouw waar ik niet over wilde spreken, heeft hij verwoord. In een tuin van een woning in Ganzedijk heeft de politie de stoffelijke resten gevonden van een vrouw die 9 jaar geleden verdween. De voormalige bewoner, de schrijver Richard Klinkhamer, is door de politie aangehouden. Onderzoek vandaag wees uit dat de botten van zijn vermiste vrouw Hanny zijn. Op woensdag 31 januari 1991 verdween ze. Haar fiets werd een dag later teruggevonden. Richard K. werd aangehouden voor verhoor en het huis werd doorzocht. Er werden slagersmessen en een gehaktmolen in beslag genomen. De schrijver ontkende iets te maken te hebben met de verdwijning van zijn vrouw. Richard K. heeft er later een boek over geschreven. Het heet Woensdag Gehaktdag. Ik heb het destijds geschreven, dat is dus 16 jaar geleden begonnen, toen mijn vrouw verdwenen was. En een jaar later heb ik dat aangeboden aan uitgevers, maar het was te bizar, het was ook niet goed genoeg. En toen, ja, ik was nog niet gearresteerd, ik kon nog niet alles schrijven. En toen kwam ik in de bak en toen heb ik het herschreven en aangevuld met informatie. En toen ik eruit kwam, was daar weer interesse van een uitgever uit Rotterdam. Maar toen is de hele pers en de brave burgerij over hem heen gevallen. En hebben ze me uitgekreten voor lijkenpikker. En toen wilde men niet. Later is er ook nog een uitgeverij Prom geweest. Die stond op het punt om het uit te geven. Dat is de uitgever die mijn biografie heeft uitgegeven. En die heeft zich teruggetrokken omdat er van de 50 medewerkers van dat gezelschap een stuk of wat waren die bedenkingen hadden op het morele vlak dan. En toen ging dat niet door. En toen is dat manuscript in de laad gekomen. De politie verdacht Richard Klinkhamer al eerder. Ze braken kort na de verdwijning de pasgemetselde badkamer af, omdat ze dachten dat het dode lichaam van Hanny Klinkhamer daar verstopt was. Ook de buurt was er al langer van overtuigd dat Richard Klinkhamer zijn vrouw heeft vermoord. Dat doet hij geloof ik overal de ronde. Woensdag gehaktdag werd er gezegd. Woensdag gehaktdag is de titel van een script voor een boek dat Klinkhamer geschreven heeft. Hij beschrijft daarin gedetailleerd hoe hij door de politie destijds ondervraagd is. Op een woensdag is mijn vrouw destijds verdwenen. En de politie heeft zo'n gehaktmolentje in beslag genomen. Dat is op alle televisiebeelden te zien geweest, dat kleine molentje enzovoort. Waarvan ik dus gezegd heb, dat kun je geen 50 kilo mensenvlees doorheen draaien. Want dan blijf je met botten, haren en zenen zitten. Nou ja, allemaal even onsmakelijk. Maar dat is mij aangedragen door die klabakken in Finsterwolde. Die smeren ze. En daar zou ik, ze hebben mijn gehaktmolentje in beslag genomen, maar ook mijn bijl en mijn vleeshaken. Want ik slachtte vroeger schapen. En voor de buren af en toe een varken, omdat ik voor slagen heb geleerd, enzovoort. En woensdag gehaktdag lag voor de hand. En dat is ook echt een kreet, net als maandag wasdag en vrijdag visdag. Dat heb ik alleen te danken aan deze buurvrouw van mij, mijn nieuwe buurvrouw. Die heeft die tuin om laten pitten, ja.
Dan komt alles naar boven, ja. Je kunt het wel zien. Daar staat die kraan. Een schoonheid. 10 jaar jonger dan ik. Lief. Belezen. Gevoel voor humor. Een perfect lijf. Als die nieuwe bewoners niet in die tuin waren gaan graven, ja, dan had u waarschijnlijk nooit vastgezeten. Inderdaad, ja. Is het toeval? Nee, ik heb wel. En nu ga ik. Nou, vooruit dan maar. Ik wil dat er niet over hebben, maar. Kijk me zo lief aan. Toen ik ging verhuizen naar Amsterdam, wist ik wel degelijk wat er achterbleef. Maar van iemand waarvan je hebt gehouden, dan ga je niet nog even de rest opgraven. Dan maar de bak in. Dan moet je consequent zijn. Ja. En dat heeft u gedaan? En dat heb ik gedaan, ja. En ik wist ook wel, een maand voordat ik gearresteerd werd, wist ik dat het eraan kwam. Want een kennis van mij die daar ook nog in de buurt woont, die heeft mij getelefoneerd, die heeft verteld dat ze aan het graven waren. Nou, toen wist ik het wel. Maar, nou ja, als je 62 bent, dan ga je niet naar Spanje vluchten. En dan maar de bak in. Dus ik heb het afgewacht. En het is ook gebeurd. En dat hele baas gebeuren heeft dan niet zoveel indruk op mij gemaakt. Want de Nederlandse gevangenis, ik heb in de Arabische gevangenis gezeten, in het legioen, in het strafkamp heb ik 3 maanden gezeten. Dat is gevangenis. Dit, Noordhaven en de Marwei, dat waren vakantieparken, pretparken. Ik heb de laatste 2 jaar alleen maar geklaverjast en ik heb gebloot. En ik heb nog nooit zo'n rustig leven geleid. Geen telefoon, geen fiscus, geen politie, geen kijvende vrouw, geen telefoontje, helemaal niks. Alleen maar relax klaverjassen. Ja, dit is geweldig. Ik heb nog een paar goede vrienden aan overgehouden. Hele grote, zware criminelen. Maar ik zou voor ze door het vuur gaan. Was het een opluchting voor u dat het uiteindelijk toch bekend werd? Nee, was het niet. Ik heb het wel gezegd omdat ik voorbereid was op mijn arrestatie. Maar het eerste wat men heeft mij gevraagd, hoe voelt u zich nou? En toen heb ik gezegd, opgelucht. Want dat had ik van tevoren al bedacht. Want dat scheelt 1,5 jaar in de strafmaat. Zo beredenerend is het? Als je de zaak intelligent betracht, wel ja. Als je vooruit ziet wat de moris is, wat er op je afkomt, dan zeg je zoiets. Schrijver Richard Klinkhamer is veroordeeld tot 6 jaar cel voor doodslag op zijn vrouw Hanny. Tegen Klinkhamer was 10 jaar gevangenisstraf geëist. Het Openbaar Ministerie overweegt in hoger beroep te gaan. Eerst was het 10 jaar en dat werd 6. En dat is toen 7 jaar geworden. En dat ik vind nog te weinig hoor, voor wat ik heb gedaan. Maar oké. En toen ben ik 2 jaar naar Noordhaven gegaan in Drenthe. En toen heb ik 1 jaar met een enkel bandje rondgelopen. En voor die tijd had ik ook al weekendverlof. En toen heb ik in Amsterdam gewoond, in een hotel. En bij elkaar heb ik 4,5 jaar gezeten. En dat is echt niks. Dat is schandalig weinig voor het delict dat ik heb gepleegd. In 1978 trouwt Richard Klinkhamer met Hannelore Godfrinon, de pleegzusje van zijn eerste vrouw. Het is niet allemaal even flamboyant geweest hoor. Als ik mijn vriendinnen dan zo op een rijtje zou zetten in gedachten, dan lijkt het ook wel heel wat. Maar daar staat ook heel veel ellende tussen. Veel verdriet gekend? Nee, verdriet niet, maar eenzaamheid. Niet ellende, maar eenzaamheid. Gewoon. Je bent niet constant in een
prettige relatie gewikkeld. Soms doe je het met wat zich aanbiedt. En nu, hoe zit dat nu met die eenzaamheid? Ja, ik voel me heel prettig. Ik heb contact met niemand. Ik ben natuurlijk nog heftig geïnteresseerd in vrouwelijk schoon. En alles functioneert nog optimaal. En, maar het zit er niet in hoor, dat er nog iemand aanspringt op het fenomeen Klinkhamer. Want ja, mocht ik al... Kijk, ik krijg dus... heb ik dat al gezegd? Dat de royalties naar een goed doel gaan? Heb ik dat al gezegd? Oh, nou ja, dat hierbij dan. Ik krijg alleen een stapel boeken om te verschenken aan eventuele vriendinnen. Ja. Maar als er dan eentje aanspringt op mij en ze komt hier in huis en ze ziet dat ik een tuintje heb en ze ziet dan ook in de hoek van die tuin nog een schep staan, dan zouden ze nog wel eens een beetje achterdochtig kunnen worden. Dan zijn ze weg hoor, begrijp je? Afgezien van dat ik zoveel vragen moet beantwoorden, daar heb ik ook geen zin in. Dus ik zou zeggen, lees mijn boek maar. En tot zover Noord Nu voor vanavond. Donderdag zijn we er weer. Ik wens u voor vanavond een hele fijne avond. Dag.